niet één. Niet twee. Niet drie. Niet vier. Maar 5 jaar dat ik geen vlog meer heb geüpload. En ik vond het wel weer eens tijd om dit te kunnen zeggen. Jongens en meisjes, mijn naam is Tony Junior. Welkom bij een nieuwe vlog. Dat is lang geleden, jongens. Ik liep al een hele tijd met het gevoel van... ga ik het doen, ga ik het niet doen, dat onderbuikgevoel. En we zijn nu in Japan. We zijn op een kleine Japan-Thailand tour. Toen werd ik een paar dagen geleden wakker. Ik dacht, fuck it, we gaan het doen. We gaan weer vloggen. Ik heb nog geen idee hoe vaak. Iedere dag, 1 keer in de week. Ik zie het wel. Ik denk gewoon wanneer ik zin heb. En dat kan een paar keer in de week zijn. Maar we gaan het doen. Ik heb er zin in. Er komen ook wat praktische zaken bij kijken om de setup in orde te maken. Ik heb wat gezeik met mijn microfoon. Gisteren de hele dag mee bezig geweest om dat te fixen. Het is eigenlijk nog niet gefixt. Dus we gaan nu even de microfoon weer terugbrengen en weer een andere halen. En hopen dat alles dan werkt. Dus, waarom? Oh, sorry. Sorry. Alle mensen achter de kassa moesten lachen omdat ze mijn onderbroek zagen. We zijn een uur verder in een winkel waar een liedje van 2 seconden iedere 5 seconden wordt herhaald. Maar als het goed is, hebben we een nieuwe microfoon. Nou, we hebben een nieuwe microfoon. En werkt het? Er was zelfs iemand van Sony hier in de winkel die hielp. En het is gewoon soms lastig omdat ze dan niet goed Engels spreken en wij geen Japans. Gelukkig de man van Sony sprak Engels en is het gelukt. Ik heb geen idee hoe jullie mij nu horen, want ik heb het niet kunnen checken over de koptelefoon. Maar hij komt in ieder geval binnen. Waar is dat liedje? Dit liedje. Oké, en dan? Hup, opnieuw. Je wordt er helemaal gek van. En hier staat vandaan. Hier staat vandaan. Dat de mensen die hier werken niet helemaal gek worden hiervan. Sorry. Het fijne van Japan, in ieder geval voor mij, is een van de weinige plekken waar ik geen heimwee heb. Het is zo bizar vet hier. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik kan het ook niet op een camera laten zien. Alles is gewoon vet. Eten is lekker. Je kijkt je ogen uit en ik denk hier niet eens aan heimwee. Niet normaal. Het is echt weer heel erg wennen om jullie aan te kijken, wetende dat jullie dit pas over een paar dagen zien. Dat is een gevoel wat ik lang niet heb gehad. Ik heb om 2 jaar geleden heb ik al 1 jaar lang gestreamd op Twitch. Maar dan kijk je altijd live mee met de chat. Dus dan kan je letterlijk zo communiceren. En nu ben ik gewoon weer on my own. En zijn de reacties pas later. Snap je? Ik vind dat leuk. Ik zit even op Brian te wachten. Die ging wat dingen kopen. Maar het is heel kut. Het is best wel koud hier. En overal binnen is fucking warm. Dus als je ergens binnen loopt, ben je binnen 30 seconden. Ik in ieder geval overveerd. Dus dan blijf ik liever even buiten zitten. Ja toch? Zeker. Oh jongens. De bedoeling van de vlogs. Ik heb nog geen idee. Ik denk dat het gewoon weer doorgaan waar we gebleven waren. Meenemen met mijn leven. Kijk maar of je het interessant vindt. Tony Talks. Jullie dingen vragen. Gewoon gekkigheid. We zien het wel, toch? En natuurlijk mee naar shows. Of heb ik dat al gezegd?
Nou, weet ik niet. Op tour. Dus. En dan kijken we wel hoe ver we komen. Beetje klootzakken. Oh. Je ziet zulke interessante mensen hier op straat. Dat is niet normaal. Yesterday you came to us, right? Yes, sir. I got some new pieces. Let me see. You good? Yeah. What's your name, by the way? Yusuke. Nice to meet you guys. Instagram. Nice to meet you, viewers. My Instagram is archive on lock. Are you make art? Yes, sir. Is this like a physical thing? Because I see stories. So it's digitally produced. I've been experimenting with producing physicals using various Japanese printing companies. Yeah. Different types of paper and different sizes. So I'm trying to produce. For an example, if someone wants to buy this, I get a physical thing in my hand. How big is it? This is as of now, the only way you can buy my pieces is in person. Gotcha. And the pieces that I do have right now are this size. And I do have slightly larger pieces of this. Oh, slightly smaller, I guess. It's interesting stuff. It looks pretty cool. What I told you yesterday is I'm pretty barbaric with art and that kind of stuff. But I can give you a shout out in the vlog. Yeah, thank so you I will link your Instagram. Dude, that'd be crazy. That'd be nuts. Thank you cool. Very much. Nice to meet you guys again. Cheers. Appreciate you guys. Ik dacht stond daar niet. Jij hebt meer geld dan ik. Wat? Jij hebt meer geld dan ik. Jij bent artiest. Jij bent artiest. Je moet toch je mede-artiesten sponsoren? Ik heb geen goede koffer om mee te nemen. Het is een papiertje. Nee. Kijk, ik ben gewoon een kunstbarbaar. En dat weet ik. Dat vind ik ook niet erg. Nu ga je mijn woorden herhalen. Jouw woorden? Nee, maar ik zei al, hij krijgt een shout-out in de vlog. Ja. Is toch ook cool? Ja, nou, ik had liever dat je wat had gekocht als ik hem was. Nee, niet zo doen. Ja, dit is zo raar. Brian en ik waren hier in 2019. In Japan zo fucking veel heen. We waren hier eind 2019, net voor COVID. En toen gingen we altijd naar spel. Hoe noem je dat? Spelhallen, gamehallen. En wij hadden op een gegeven moment. Het lukte ons allemaal. En we wonnen echt iets van 50 knuffels. Ik maak geen grapje. Oké, ik heb nog een foto op Instagram. Komt-ie. En dit was nog niet eens de helft van wat we hadden gewonnen. Diezelfde avond heb ik alles in de club tijdens mijn show in het publiek gegooid. Maar ik geloof gewoon dat daarna, door ons, hebben ze alles in gewoon grijpers veranderd. Dus de soort spellen die ze nu hebben zijn gewoon veel minder leuk. Omdat het alleen maar grijpers zijn. Toch niet? Wat? Ze in Tokio van alle spellen hebben veranderd. Omdat wij alles wonnen. Ja. Dat is alleen COVID. Ja, dat is 2009. Ja. Cijfers. Ik heb dus sinds een half jaar een soort nieuwe liefde gevonden in de zin van dingen sparen. En dat is jaren 90 speelgoed. Ik mis gewoon het gevoel van vroeger Pokémon kaart, Super Nintendo, Kindernet, al die shit. En daarom ga ik die spullen kopen om een soort fractie van dat gevoel weer te krijgen. En er is hier een fucking zieke winkel, die heet Mandarake. Daar gaan we nu even kijken. Dat is een soort jaren 90 speelgoed Valhalla. En de tattoo shop, overigens, staat ook helemaal vol met jaren 90. Maar dat zien jullie over een paar dagen. Let's go. Kijk, klaar nu. Klaar nu. Die heb ik dus nog thuis liggen. Letterlijk. Zo gigantisch veel. Star Wars.
het kutste wat er ongeveer bestaat. Cool. Superman, The Hulk, Indiana Jones, Power Ranger. Heel vet. Ik ben de laatste 6 maanden alleen maar bezig geweest met jaren 90 speelgoed. Vertel mij eens wat ik moet kopen. Wat komt er uit de jaren 90 qua speelgoed? Kijken of ik dingen over het hoofd heb gezien. Holy shit. Ik heb laatst mijn conditie nog laten testen. Die was best wel oké. Die was oprecht beter dan zou moeten. Ik vind het wel mooi geweest. Ik ga hier een half uur wachten, want Brian is hier nog wel even bezig. Ik wou ook niet uitkijken. Om hier een snappie te mogen huren, moet je een driverstest doen. En ik heb mijn motorrijbewijs, mijn autorijbewijs. Ik mag op een trekker rijden. Ik ben benieuwd of ik hem haal. Jij had hem niet, hè? De eerste keer. Die? Ja. Nee. Jij ook niet? Hoezo ik niet? Nou, we gaan hem doen. Hoeveel mag je er fout hebben? Geen één. Nee. Nee, geen één. Dus, ja, ik heb er één fout. Ja, dan ga je, moet je hem opnieuw doen. Maar kan ik nu stoppen? Nee, je moet hem afmaken. Ja, god. Ja. Ik heb hem weer 2 keer gehaald. Een tweede keer. Even if you are confident in your ability to drive a vehicle stably, you should not ride double. Wat is ride double? Nou, ik ben dus al gezakt, maar ja, heel raar. Nee, incorrect. Ja. Oh, dat. Ja, oh. Wij zitten hier vanavond nog wel even om. It is not a violation to drive if you have had only one beer. De laatste, oh. Are the traffic rule for bicycles. Bicycles may be ridden on sidewalks at any time. Incorrect. Ha. Oké okay dan, papi. Een Japanse rijbewijs voor e-scooters in de pocket. You passed, thank you for your help. We gaan lekker op het steppie rijden. Nou, sexy beesten. Dit was er weer een. Dit was een vlog. Geen cijfer, dit was gewoon weer een vlog. Ik vond het leuk, ik moest wel heel even wennen, vooral aan de techniek en hoe alles weer werkt. Nieuwe camera's, microfoons, alles nieuw. Ik vond het leuk. Moet ik het vaker doen? Zeg het maar, hoi. Zeg het maar. Ja, wat moet je altijd zeggen, ja. Duimpje in je hol, comment. Nee joh, ik doe gewoon lekker wat je wil. Jongens, dankjewel voor het kijken. Dus ga. Ik vond het leuk om te doen.